Dan gaan we nu over tot uitreiking van de docent van het jaarprijs. Inmiddels een traditioneel onderdeel geworden van onze DS. Het is een prijs van studenten voor docenten. In een wereld waar docentschap een cruciale rol speelt, zijn er vijf die eruit springen. Gabor Lindhorst, Gerben Moerman, Dorothee Teriele, David Reizer, Jook Walraven. Verliezers zijn hier niet aanwezig, maar uiteindelijk zal slechts één met de felbegeerde trofee het pand verlaten. Wie is de docent van het jaar 2011? Gerben Moerman! Het was heel moeilijk, ze waren alle vijf erg goed. We hebben er lang over in beraad geweest, maar hij sprong eruit eigenlijk door zijn visie op onderwijs. Doordat hij het meest liet blijken heel erg bezig te zijn met het, ja, wat ik al noemde, blijven verbeteren van onderwijs. En ook inspelen op verschillende studenten die op verschillende manieren stof tot zich nemen. Dat hij daar zo mee bezig was, vonden wij toch wel heel erg belangrijk en heel mooi voor de docent van het jaar. Ik denk dat ik redelijk kan improviseren, dat ik redelijk kan ingaan op een situatie. Een voorval wat in de collegezaal gebeurt, kan gebruiken in mijn verhaal. Ik denk dat ik redelijk goed een lastige en saaie begrippen op een behapbare manier kan brengen. Dus ik kan redelijk afdalen naar een basisniveau om vervolgens wel een hoger niveau te bereiken. Sowieso is het belangrijk dat zo'n verkiezing gehouden wordt, omdat wat ik eerder al gezegd heb vandaag, dat onderzoek vaak belangrijker wordt gezien binnen de universiteit dan onderwijs. En juist deze prijs krikt even de status van docent weer op en laat zien dat onderwijs wel degelijk heel belangrijk is